Hans? IJsje? Dat doen we wel. We moeten eerst even Ton hebben. In beeld durft hij niks meer te zeggen. Nee, nou ben ik helemaal verbouwereerd. Ik ben geen goede acteur. Maar ben jij nou de boef? Ja, als ik de boef ben, stop er me even mee, want ik ben helemaal van mijn... Nou, stoppen. Helemaal uit. Kut! Moet ik wel niet ontslagen worden omdat ik een test van een miljoen euro verpest natuurlijk. Hè? Ja, rennen! Ja. Zonder jurk. Discotheken en zo op je vak. Van die, Die zijn hartstikke goedkoop, toch? Ja, maar alles is goedkoop wat ik heb gekocht. Nou, we hebben de verrekijker, de telefoon hebben we, de pistolen. Die moet jij dan hebben, denk ik? Of moet Gadget die hebben? En Gadget pakt zijn Blackberry, toch? Ja, maar die hebben we, die. Die van jou. Ja. Dan mag je Caroline jaloers. Weet je nog hoe die aan moet? Nee, ik heb ook niet zo'n corset bij, hoor. Die had er geen corset aan? Tuurlijk wel, dat moet onder een trouwjurk. Ik weet ook niet of ik er nog in pas. Dat is het grote probleem, denk ik. Ja, dan laat je de rits gewoon aan de achterkant open. Aan de achterkant, hij zit aan de zijkant. Mag ook. Maar dit hoeft niet gefilmd te worden. Dat wordt zweten geblazen. We doen de making-of, hè, Luc? Goeiedag, de bloopers. Ik eigenlijk moeten vallen, hè? Hey Paul, met Casper. Vraag je of jij even, zonder dat Caroline het in de gaten heeft, de klimtas en de roze helm wil ophalen en meenemen? Oké, okay, hey, goed. Nee, jij gaat nu die stofjas aandoen. En dan? Ja, gewoon aandoen. Gewoon toekijken, omdat ik niet de enige ben die het warm heeft. En de hoed ook vast lekker in zweet. Een beetje recht? Lijkt op Penny? Ja, het is helemaal, ja. Het duimt een strikje in mijn haar. Gadget leest brieven en gooit hem weg. Oh, de brief heb ik hier? Nee, kijk, je moet hem zo lezen, zo met die ogen zo. Nee, ik kan dat niet. Hans kan dat niet. Kijk even naar Hans. Ja. Zo moet je hem lezen, want dat doet hij echt. Ja, perfect! Ja, perfect. Je moest de helm en de val dingen meenemen. De helm en de val dingen? Hij kan nog op en neer, hè? Nee, met de auto. Ja? Ja. Maar de helm en de valding? Ja, die val klimbordel. Harnas. Maar ligt hij niet bij... Is Caroline er zelf, of niet? Ja, jawel. Maar hoe moet ik die dan nu... En dan moet je even tegen iemand anders zeggen, dat zij tegen Caroline zeggen dat ze even... Ik neem hem even mee, hè? Nou, durf je dat? Ja, ik durf is niet een probleem, Luc, je bent in beeld. Oh, dat mag dat niet. Nee, dat mag dat niet. Ik heb wel een stuk beuk tussen mijn tanden, maar dat maakt niet uit. Ruiken die een beetje achterover? Ja. Of wat doe je? Ja. Kaboom! Dat is wel ver genoeg, hè? Moet ik tot het einde? Doe maar terug ook hetzelfde. Doe maar hetzelfde. Dat werkt op zich wel goed. Wacht, doe maar even opnieuw. Nee, dat is goed. Dat doet hij in het echt ook. Nou ja, dat is misschien wel leuk, hè? Dat ik... Oké, doe nog maar even tingeling. Okay. Dus die kan hem gewoon oprapen weer waar hij lag. B2 en ergens anders en stoppen. Of meenemen. Ja. Ah, hier is die weggegooid. Hier heeft mijn maatje hem neergelegd. B2. Gooi ik hem even in de bosjes? Ja, ik weet niet wat. Ja, maar wat is het idee dus? Ik moet hem oppakken. Je mag er iets minder bij lachen. Je moet er iets gemeener bij kijken. Go, Gadget helmet! Wowzers, ik heb hem! Gaat het nog? Bij mij wel. Ja, lijkt me wel dood genoeg. Hey Gadget, je hebt jurk. Goed werk. Dankjewel, Quincy.
Quimby. Oh, wij wel niet. Pukkels en je moet ook heel erg naar zweet ruiken, dat is het beste. Hallo, wij zijn Boedel en Pip. Hé, wacht hoor. Wil jij onze beste vriendje zijn? Nou, dat doe ik nooit. Heb ik last van. Tablet nodig. Ik hoop dat ze opschieten. Nog een keer. Even aan Gadget laten weten waar de boef zit. Die bosje. Haren ervoor. Ja. Kut. 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 Kut.